En we hebben nu met deze winkel een echte belevingswinkel neergezet, waar klanten heerlijk van de ene wereld in de andere wereld kunnen gaan winkelen. Nou, uiterlijk zijn we eigenlijk gegaan voor twee delen. Het is bedoeld als een soort van oude fabriek waar je doorheen gaat wandelen. En we hebben voornamelijk gebruik gemaakt van heel veel recycled en reclaimed materials. We hebben oude wagondelen gebruikt in de winkel en daar een vloer van gemaakt. Welkom in de Single Malt Hoek. Die je nu achter me ziet, dat zijn twee winkels die een soort van samenwerking kunnen hebben. We kunnen het noemen een snoepwinkel voor een man. Dus die zowel zakelijk als privé of als reisartikel iets kan vinden. Hugo Boss is een zakelijk merk, de sfeer mag overeenkomstig met het pak wat je gaat kopen of het shirt. Daarentegen de lesje wat we in de andere winkel hebben, zoals een polo. Ja, dat mag kleurig zijn en dat zie je ook in de kleurstelling van de winkel, dus in de lichtbeleving. It's a groovy way of relaxing, opening your senses.